beginnen we even met de kerstwensen. Ik heb zoiets van, ja, met de kerst is het altijd zo van, ik wens jullie een vrolijk kerstfeest. En ik wens jullie heel veel geluk in het nieuwe jaar. Ja, dat gun ik de mensen ook wel. Maar er zijn ook mensen die dus hele vervelende dingen doen. En die zou ik graag uit willen schelden. En jij ook, hè? Ik ook, nou. Want weet je, dan ben je dat kwijt en dan kan je weer beginnen met een schone lei. En dan is het misschien wel zo dat je dan op een of andere manier allemaal weet weer waar je aan toe bent. Dan weet je ook, oeh, dat moet ik niet meer doen. En oeh, zijn ze daar boos over? Dat wist ik niet. Daarom is het beste dat je elkaar gewoon voor rot scheldt met kerst en oud en nieuw. En dan kunnen we met schone lei beginnen. Ja. En mocht het zo zijn dat er nog wat oud zeer zit, dan beginnen we gewoon weer met de paasdagen. Nou, jij mag beginnen. Jij had nog wat wrok. Oh, ik heb een wrok. Oeh. Ik heb een wrok en ik ben blij dat ik die nu een keer kan uitspreken. Ik heb het in de tijd heb ik voor een kerstverlichting. Wacht even, je zit te rammelen met het kopje, dat is niet goed voor de camera. Niet rammelen met het kopje. Ja, kijk, hij mag nooit geen lepeltje hebben, want dan gaat hij een uur roeren. Hè? Dus eigenlijk mag hij geen lepeltje hebben, dus ik heb me vergist. Maar we beginnen even opnieuw, ja? We beginnen even opnieuw. Niet zeuren wat hier gebeurt. We beginnen even opnieuw. Het is weer kerst en het is ook gauw weer oud en nieuw. En dan wensen we elkaar altijd alle goeds toe. He, fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar en veel hoop en zegen in het nieuwjaar, wordt ook gezegd, hè. Maar eigenlijk is het zo dat je moet zeggen wat je op je hart hebt. Als je met iemand problemen hebt, dat je dat mag zeggen. Dat je elkaar gewoon de waarheid kunt zeggen. Dan kun je weer in het nieuwjaar dus eigenlijk met een schone lei beginnen. Dus gooi alles eruit wat jou dwars heeft gezeten dit jaar. En dan kun je het hele jaar in vrede leven. Dan niet alleen met de kerst. Met de kerst ga je zeggen van, dit vond ik niet leuk en dat vond ik niet leuk. Dus, Theo mag beginnen. Ja, ik heb altijd een naar gevoel met de kerstdagen. Wat heb je met de kerstdagen? Een naar gevoel. Een naar gevoel met de kerstdagen, ja. Dat hebben meer mensen, denk ik. Ja, want er zit weer iets dwars. En dat mag je in de camera zeggen. Er zit weer iets dwars. Ik heb in de tijd iemand geholpen met de kerstverlichting. Die had geen geld om kerstverlichting te kopen. En toen heb ik geld gegeven voor de kerstverlichting. En elke keer moet er weer een andere kerstverlichting moet er weer komen. Het komt geen eind aan. En ik heb een hekel aan die griet. Een hekel. Ik zou er het liefst voor rot willen schelden. Maar Matteo, luister. Je hebt haar één keer kerstverlichting betaald? Ja. Maar toen wilden ze dat elk jaar weer? Ja, elk jaar wilden ze. Maar ze kan het toch bewaren? Ja, nee, want dan zijn het witte kerstballen en dan zijn het rode kerstballen en dan zijn het weer paarse kerstballen. Elke keer anders. En dat geld was ook elke keer anders, maar het was wel hetzelfde geld van mij natuurlijk. En daar krijgt geen cent van terug en het is die kerstbomen die zijn niet om aan te zien van die vrouw. Maar luister, hoe lang is dat geleden? 1945. 1945 is het gebeurd. En zou ze nog leven? Ja, dat weet ik niet hoor. En hoe heette ze? Grietje Kreukel. Grietje Kreukel? Ja. Grietje Kreukel, wat een prachtige naam. Grietje Kreukel. Grietje Kreukel, als je nog leeft of in een bejaardenshuis zit, zou je dan het geld aan Theo terug willen betalen, maar dan niet in guldens, maar in euro's. Want hij is er dus heel erg boos over. Nou. En het komt altijd met de kerst weer op. En dat willen we niet, hè? Nee, als ik Grietje nu zag, ik zou er voor rot schelden. Oh. Nou, ja. Scheld er voor op. Daar zit Grietje. Grietje, waar is mijn geld gebleven na al die jaren? 1945, ik heb geen cent gezien. Elke jaar in nieuwe kerstballen. En een smaak had ze. Oh, afschuwelijk gewoon. Dus het was dan niet mooi ook. Het was dan niet mooi ook. Die was niet om aan te zien. Oh. Nou Grietje, als je dus dit hoort, ga dan even naar bellen naar Salto. Die weten wel Theo te vinden. En die weten zijn banknummer ook wel. Dus stort het even terug. Ik denk dat het om hoeveel geld gaat het. Nou, dat wil ik het bedrag niet doen. Het is. Nou, zo duur was de kerstverlichting toch niet, Theo? Kom op. Nee, die kocht ze altijd in de HEMA. Kocht ze die altijd. Jawel, maar in 1945, net na de oorlog, was dat toen wel te koop?
Ja. Had je nog van die knijpertjes met kaasjes? Ja, van alles was er al te koop. Maar het was heel je moest er gauw bij zijn, want anders dan was het uitverkocht, hè? Zo'n tijd was het in die tijd. Ja, dat snap ik wel, maar ja. ik kan me niet voorstellen, want ik ben geboren in 1949. Ja. En wij hadden helemaal geen elektrische kerstverlichting. Wij hadden allemaal kaarsjes met knijpertjes. Ja, dat was op het platteland, maar hier in de steden... Ik woonde niet in het platteland, ik woonde in een stad. Oh, het was een andere stad. Maar hier in Amsterdam was het al vrij aardig op gang gekomen. En dat verwonderde mij. En dan had ik medelijden met Grietje, weet je wel. Ik zeg, nou, ja, maar je was ook wel een beetje gek op Grietje. Ja, het was een lekker Grietje. Oh, dat... zie je, lekker Grietje. Grietje, niet terug betalen. Hij heeft zich ook aan jou verlustigd. Grietje, betaal niet terug. En als je dit ziet, dan mag jij ook je gal spuwen. He, dan gaan we naar jou toe. Nou. Want ik denk dat Grietje ook nog wel iets te vertellen heeft over jou. Nou, dat weet ik. Maar als hij hier kwam, ik zou er voor rot schelden. Luister. Ja. Was je nou gek op Grietje toen hij het zei of niet? Nee, helemaal niet. Maar waarom doe je dat dan? Omdat ze op mij zo'n zielige indruk maakte. En, oh, was en een daar... zielige Grietje. Maar je zei, was een mooi wijf. Ze was een heel mooi wijf, maar ze kon zich zo verkopen dat ze zo zielig was. En dan ging ik overstag. Hè. En dan ging je overstag. Oh, dan gaat hij, oh, nou, ik kan net zo zielig zijn dat ik wil, maar ik krijg niks. Maar nu, gelul. Nu kijk ik terug naar die periode en dan denk ik, wat ben ik begonnen met Grietje. Snap je het? Ja, nou, en heb je er nog één? Je mag twee doen. Mag nog? Ja, je mag nog eentje voor rot schelden. Oh, nou, er is er nog eentje. En die is? Dat is een schilderes. Een schilderes? Een schilderes, die kwam altijd bij mij altijd lenen. Lenen? Ja, dan weer kwam ze verf lenen en dan kwam ze weer doeken lenen. En dan kwam ze weer lijsten lenen. Altijd maar van alles lenen. En op laatst had ik zelf niks meer. Maar ze gaf het niet terug? Nee, ze heeft het niet teruggegeven. Maar ook niet in natura? Het was zelfs, ook niet in natura, het was zelfs zo. Ze ging dan maar zeggen naar Zweden. En dan, van mijn mooie spullen ging ze naar Zweden. En dan verkocht ze daar een hele hoop. En dan kwam ze terug en dan zat ze lekker te suipen in de kroegen. Dat zag ik dan wel eens, hè. en ik kan die Griet wel voor rot schelden. En hoe heette ze? Pietje. Pietje? Ja, eigenlijk Petronella, maar ik noemde het een Pietje. Oh, en voor achternaam? Hè? Voor achternaam? Nooit gedacht. Nooit gedacht! Pietje, nooit gedacht! Wat een namen allemaal! Hele gekke namen. Zijn dat vooroorlogse namen? Ja, hele vooroorlogse namen, ja. En op die vrouwen, daar viel ik dan op, weet je wel. Maar je viel er wel? Ja, ik viel op mijn kop. Oh, maar ja, dat is natuurlijk een soort relatie waar je dat dan geeft. Ja, nee. En dan ga je nu zeiken op mijn poen. Kijk, het was alleen maar dat ze... Ze had met mij dan een zogenaamde relatie. Maar hoe had je een relatie? Geen echte relatie. Oh, niet echt. Het ging alleen maar om het materiaal. Om het materiaal. Ja, maar jij hebt natuurlijk wel... Schildersdoek, verven, kwasten, alles. En toen ging ze naar Zweden, want die Zweden waren toen gek op de Hollandse schilders. Dat weet je misschien wel, hè. En dan verkocht ze alles gewoon. En dan kwam ze terug. Luister, je valt in de herhaling. Dat heb je allemaal al verteld. Maar het gaat mij om het feit... dat jij met, hoe heet ze ook alweer, Pietje Noordgedacht? Ja, Pietje. Dat jij met Pietje Noordgedacht een relatie had en dat Pietje Noordgedacht spullen van jou leende, nooit terugbetaalde en nooit teruggaf. Oké, okay. Maar jullie hadden natuurlijk ook een seksrelatie. Nee, helemaal, dat bestond toen. Dat bestond toen nog niet! In die tijd, hoe kan dat nu? In die tijd bestond dat helemaal niet. Nou ja! Nee, want... In 1945, dames en heren, bestonden er geen seksrelaties. Nee, maar wat bestonden er dan wel? Dat was gewoon een relatie zonder seks. Een relatie zonder seks? Ja. En waar zijn al die babyboomers dan vandaan gekomen? Ja, dat weet ik. Dat was veel later. Nee, dat was net na de oorlog gebeurd. Oh, maar daar heb ik een vreselijk hekel aan. Aan de babyboomers? Ja. Waarom heb je hekel aan de babyboomers? Omdat die zo uitgelaten waren, terwijl ik zo sober leefde. Dat vind ik vreselijk gewoon. De babyboomers waren uitgelaten en hij was aan het sober aan het leven. Wat een gelul zeg. Ja. Ik heb altijd ik was celibatair. Celibatair? Oh ja, je zat in het klooster toen. Ja, daar kwam ik pas vanuit en toen viel ik ineens in die wereld en daar wilde ik in wezen niets mee te maken hebben. Nou, ik denk dat iedereen jou wel kent en dat je een wijvengek bent en dat je alleen maar met vrouwen en vrede bezig bent. Dus iedereen kent jou wel. Dus dit is gewoon andere mensen zwart maken wat je zelf hebt gedaan. Want jij zou heel graag een babyboomer willen zijn, maar dan was je ook met de kont in de boter gevallen. De wederopbouw en weet ik veel. Maar we dwalen af. Heb je nog iemand die uit wil schelden?
Die ik uit wil schilderen? Ja. Ja, Pietje. Ja, Pietje is al uitgescholden. Ja. Pietje wist er nu van. Ja, maar Pietje die is er nog. Ik wil het maar bij twee houden, want anders wordt het en de mensen die kunnen het niet volgen waar ik het allemaal over heb. Nee, maar je zit vol wrok. Ja, ja, daar kom ik voor uit, ja. Oh, wat erg. Kijk, en dat bedoel ik nou. Als je vol wrok zit, en zoals deze meneer is 88 jaar, hij zit tot de nok toe vol wrok en haat tegen mensen die hem iets hebben aangedaan. Daar kun je toch niet meer leven. Daarom kun je beter elke kerst en elke oud en nieuw even de waarheid tegen mensen zeggen. En dan ben je het kwijt. En als er dan weer iets gebeurt, dan zeg je weer de waarheid. Een jaar later, ik bedoel, met oud en nieuw, dan gaan we dan, dat noemen we maar de dagen van de waarheid. Zo noemen we het dan maar. Dan bij de af. Maar al die wrok die hier in deze man zit, dat is toch heel verschrikkelijk. Dat je daarmee kunt leven. Ja, het vervelende is, ik heb die wijven nooit meer gezien. Ja, dat is het juist. Ja, maar er zijn nog wel meer dingen gebeurd. Want je bent ook een keer door het lint gegaan ergens in een kroeg waar 50 jaar geleden iets gebeurd was. En die mensen leefden al niet eens meer. En toen ging je tekeer tegen iedereen die daar was en die had er niks mee te maken. Dus dat is jouw probleem. Ja. Dus, en om dat te voorkomen, kijk, hier is toch helemaal niets meer aan te doen. Hè? 88 jaar, je kunt er niets meer aan zeggen. Hij kan even schelden, maar morgen is hij het allemaal weer vergeten. Maar die wrok, die zit er wel. Al weet hij ook niet meer waar het vandaan komt. Die wrok zit wel. Daarom wil ik dus niet dat mensen wrok hebben. Dus luister naar deze oudere man die zijn hele leven wrok heeft gehad. En ja, nog. Ja, als ik het niet heb, dan denk ik, ik moet het opzoeken. Oh, dan wil hij. Ja, hij is verslaafd aan wrok. En schelden, daar is hij verslaafd aan. Oh, dat is toch vreselijk. Vreselijk is het. Ik kan niet meer leven zonder wrok. Ja, kijk, dat is een verslavend ook nog, hè, wrok. Als je verslaafd aan wrok bent, dan wel erg. Ik geniet ervan. Oh ja, nu geniet je. Ja, je zult wel moeten, want anders dan ga je er onderdoor. Dat is een overlevingswrok. Want die mensen die zijn allemaal uit mijn leven verdwenen. En ik zou ze zo graag nog voor rot willen schelden. Weet ja, je ja, ja, nou, ja, dat heeft hij nu gedaan. En nu moet het even zakken. Nou, ik heb ook nog wel iets te schelden, hoor. Oh, ja, ja ik heb nog iets te schelden over een jonge Gries. Toen die tijd dan, hè, dat was in 1968 of zo. Ik had een heel mooi handtasje. En we gingen dus gingen we dansen. En zij was zo jaloers op mijn handtasje. Er zat zo'n mooie ketting aan, weet je, zo echt zo'n jaren 60 handtasje. En toen was ze zo jaloers. Toen heeft ze mij, voordat we de dancing binnengingen, heeft ze mij dat kapot getrokken. Die ketting kapot getrokken en op mijn tasje heel hard getrapt. Oh. Make-up spilletjes allemaal kapot. Ja, echt waar, zo jaloers was ze. En die nog tegenkom. En ze heeft een tasje bij zich. Trappelt dat hele tasje kapot. Nu nog? Als ik haar tegenkom? Na zoveel jaren? Ja, natuurlijk! Oh. Jij schuilt toch ook nog ja, zoveel ja, jaren? Ja, kijk, ik ben daaraan gehecht gewoon. Ik kan er niet meer van buiten. Maar van jou had ik dat helemaal niet verwacht. Nou, er zijn veel mensen die wat geflikt hebben bij mij. Kan ik allemaal vergeven. Ja, dat ben weet ik. Allemaal vergeten. Dat weet ik, ja. Ik vergeef alles. Maar dat tasje was voor mij zo belangrijk. Oh. Maar dat had ik ook nog gekregen van mijn eerste vriendje. Hè? Oh. En daar was ze ook jaloers over. Oh. En toen heeft ze dat tasje uit wrok kapot getrapt. Met alles erin en erop. En nou ja, ik weet wat jonge meiden allemaal in het tasje hebben zitten. Maar in ieder geval, als ik die tegenkom, dan hoop ik dat ze een tasje bij zich heeft. Oh, hoe heette ze? Tini van de Molen. Oh, Tini van de Molen. Ja, Tini van de Molen. Oh, zou ze nog zijn? Natuurlijk is ze er nog. Ik heb er laatst op Facebook gezien. Oh. Maar ze wil geen vrienden met me worden. Nee, dat begrijp ik. Want moet ze een tasje teruggeven? Nee, niet teruggeven. Ze moet excuus aanbieden. Ja, dat vind ik veel belangrijker. Zeggen van, ja, sorry, ik was jaloers, want dat vriendje had ik graag willen hebben. Jeetje, zo lang geleden. En dat vriendje, Tini, luister. Ik heb 3 dagen met hem gegaan. Het ging helemaal niet. Echt niet. Het was echt geen jongen waar jij mee kon omgaan. Ik kon er ook niet mee omgaan. Oh. Want uiteindelijk zit hij nu hier in het homokwartier. Hij staat achter de bar. Het is een schat van de jongen. Kan nog steeds met hem opschieten. Maar niet de man wat wij dachten. Oh. Hij was verzorgd. Hij was mooi. Maar ja. Hij is pas 10 jaar later uit de kast gekomen. Oh, is hij homolopiel? Nee, homoseksueel. Ik denk dat homolopiel. Nee, dat is niet leuk. Jij bent homolopiel. Ja, deze is. Nou ja, kijk. Ja, nu hij er zelf over begint, ga ik het er ook over hebben. Hij is jarenlang
de macho geweest, hè, Theo. De macho. Maar uiteindelijk was het zo dat hij dat dus deed om de homoseksualiteit te verbergen. En dat was die jongen ook, die Tini en ik verliefd op waren. Oh. Die jongen was heel verzorgd en hij heeft heel veel meisjes voor de gek gehad. Iedereen was gek op hem. Heel veel harten gebroken, totdat hij uiteindelijk uit de kast kwam. Nou ja, nu kan ik wel met hem opschieten, want ja, ik bedoel, we hebben dat allemaal vergeven en vergeten en zo. Maar Tini, nu weet je wat er aan de hand was. En dat tasje, daar was hij eigenlijk zelf heel gek op. Want hij heeft later nog ruzie met me gemaakt, want toen het uit was, wilde hij dat tasje terug. Maar dat tasje was stuk. Kapot. En daar hadden we ook heel grote bonjo, want hij wou terug hebben omdat het uit was. Ik vind dit een heel droevig kerstverhaal. Heel droevig verhaal. Heel droevig echt een kerstverhaal, ja. Ik krijg er dus bijna... Tini, als je zo'n tasje tegenkomt, dan kan ik hem teruggeven. Hij staat hier ergens achter de bar in het homokwartier, noemen we dat. Dat is bij de Reguliersdwarsstraat ergens, daar staat hij achter de bar. Ja. Daar, nou, jij kent hem ook. Ja, ik ken hem wel, ja. Hij is heel aardig. Ja. Maar ja. Hij wil nu nog steeds dat tasje terug hebben. Oh, het is toch niet te geloven, hè? Na zoveel jaren. Hè? Het is toch niet te geloven. Maar Theo, het punt is dat jij nog steeds niet apubliek uit de kast bent gekomen. Nee. Maar waarom doe je dat niet? Daar komt dat... Iedereen weet het. Dat komt, ik heb in het klooster gezeten. Hè? En daar heb je het geleerd. En daar heb je geleerd om je het celibataire leven uit te dragen. Het celibataire leven. Uit te dragen. Ja. Ja, maar jij was niet celibatair, je deed het met mannen. Nee. Dus dat is niet celibatair. Nee, dat mag ook niet. Nee, het mag helemaal niet. Dat is helemaal verboden. Dat heb je verboden. Wel gedaan. Want, en daarom draag ik dat altijd uit en daar wil ik niet over praten. Ja, maar met de kerst, kijk, tweede kerstdag komen bij jou altijd die paters van vroeger. Die nog leven in ieder geval en die nog fit zijn. Er zijn er niet veel meer, hoor. Nog twee misschien, ja. Pierre en Rogier, die komen bij jou. Nou, dan is het een gangbang, hoor. De stokken en de krukken gaan aan de kant. Nou, ik ga er niet naartoe, maar ik hoor het wel eens van hem. Dan denk ik, de botten kraken. En dan wordt het echt een gangbang. Want ik vind het toch grappig dat jullie nog altijd bij elkaar komen. Ja, dat is de oorsprong van de zuiverheid. De oorsprong van de zuiverheid is een gangbang van oudere homo's. En boven de 88, want ze zijn allemaal boven de 88. Dat is de zuiverheid des levens. Drie oude homo's. Met elkaar. BZG. Bijbezonder gebit. Ja. Maar is de poop wel eens bij de gangbang of niet? Wat zeg je? Is de paus wel eens bij de gangbang? Ja, die is ook wel een gangbang. Oh. Nee, want hij mag helemaal niet met zijn vriend bij de bushalte staan vrijen. Nou, dan krijgt hij dan trambenant. En niet omdat dat ze homo zijn, maar dat ze oud zijn. Dat is discriminatie. Omdat hij ouder is, mag hij niet vrijen met zijn vriend bij de bushalte. Ja. Nou, ik vind het erg. Dat is schandaal gewoon. Nou ja, ik bedoel, jonge mensen doen het ook. En ik vind het ook soms wel heel flauw natuurlijk. Maar ik vind het ook wel eens grappig. Dan denk ik, ach ja, laat toch. En dat twee jongens of twee meisjes, maakt mij dat uit. Maar dan zijn het twee oudere homo's die elkaar een afscheidkus geven. Ja. En dan wordt daar gescholden. Je wilt niet weten hoe daar gescholden wordt. En dat vind ik heel erg. Ja, dat is het ook. Want jij durft het ook niet meer, hè? Nee, ik wil het ook niet meer. Ik vind het vreselijk. En ja, dan bederf je toch wel een beetje een plezier van oude homo's, ja, hè? Inderdaad, ja. Maar wat ik ook erg vind, dat jij dus nu het niet meer durft. En dat jullie elkaar helemaal geen kus meer geven. Nee, dat durf ik gewoon niet meer. Nee, want... En ze zwaaien alleen maar naar elkaar, zo. En ook niet zo, dat mag ook niet, want dan zeggen ze, homo, nee. Zo. In de tram, hè? Ja. Hij in de tram, en staat ze... Pierre, die staat dan daar, en dan... Pierre doet zo. En hij doet nog veel anders, zo doet hij, maar... Daar gelaten. Ze gaan natuurlijk een beetje provoceren. Ja, daar mag je niet over praten. Nee, maar dat is provoceren. En wat gaan wij nou in het nieuwe jaar doen voor onze uitzending Salto? Nou, we hebben heel veel op het programma staan. Ja, we hebben heel veel op het programma gaan. We gaan dus een programma maken over homoseksualiteit op latere leeftijd. Ja. En Theo is daar natuurlijk de voorman. Juffrouw van de Retirade. Ja. En die gaan we in het zonnetje zetten. Ja, want dat vind ik zulke schatten van mensen. En ook altijd een praatje en zo.
En dan komt er een driedelig grijs die de hele wc onderscheidt. En dan geeft ze hem nog snoepjes en ze maakt het schoon. Ook nou, toch. Ik vind zo'n vrouw mag toch wel een beetje een zoon. Ja. Ja, er zijn zelfs in de religieuze kringen, zijn er zelfs juffrouws van de retirade die ze heilig willen gaan verklaren. Heilig willen verklaren? Ja. Nou, dat vind ik prachtig. Dat is toch mooi, hè? Nou. De heilige retirade. Nou, het is wel een heel bijzonder beroep, ja, vind ik. Heel bijzonder beroep. Maar het sterft wel een beetje uit, hè? Het sterft uit, ja. Inderdaad. Maar er zijn toch enkele die zich zo verdienstelijk hebben gemaakt, die echt heilig verklaard moeten worden. Ja, nou, dat gaan wij dus doen. Ja. Het CEO is vroeger in de pater geweest, dus die kan er misschien wel met de paus wat overleggen. Ja, dan moeten wij even... Ga je de poop even bellen. Moeten we een avondje vooruit trekken.